jongens, mijn naam is Sarah, dit is de Kleine Groene Planeet. En het is al bijna, het is al eind januari. Januari is bijna voorbij. En ik ga jullie nu pas vertellen wat mijn goals voor 2019 zijn. En als je de recap wil zien van wat er gehaald is van de goals voor 2018, zoek die video even. Dit zijn die voor 2019. Aan het einde van 2019 ga ik kijken welke er gehaald zijn en welke niet. En vorige keer waren het, is het ongeveer de helft. Dus we gaan het zien. Ik moet niet naar mezelf kijken. Ik moet naar jullie kijken. Oké. Nummer 1. 1000 euro sparen. Dat was vorig jaar ook. De goal is niet gelukt. Nummer 2. 1500 abonnees. Dus abonneer je als je nog niet geabonneerd bent. 3. Full vegan eten. Vorig jaar was mijn doel om in ieder geval thuis vegan te eten. Maar ik ben nu ook niet meer bereid om zuivel of vlees of vis, want dat denk ik mezelf dat ik wel eet, te eten als ik ergens anders ben. Ik wil 1 jaar afvaljar doen. Ik heb nu die van januari en ik weet niet precies hoe ik dit ga bewaren. Ik denk dat ik gewoon dat het meer 1 jaar afvalzak wordt. Maar dan zal ik mijn best doen om een zak te gebruiken die ik als afval heb geproduceerd. Niet, ik gebruik nooit een zak. We gaan het zien. 1,5 liter water / thee per dag drinken. Ik moet echt meer drinken. Want ik drink echt niet genoeg vocht op een dag. Zeg maar buiten koffie. Dus daar moet echt aan gewerkt worden. 6 dagelijks op Instagram posten. Dat gaat nu al niet zo lekker. Maar jullie weten, als er iets drastisch verandert in je dagelijks leven, moet je altijd even acclimatiseren. En je vibe vinden. En ik ben 2 januari begonnen aan een nieuwe baan. Dus het is nog zo'n beetje zo. Maar ik heb het idee dat ik nu weet ik wanneer ik vrij ben, wanneer ik moet werken. Dat het donker is als ik thuis kom aan het werk. Dus dat dingen op die vrije dagen gepland moeten worden. Ook al zijn er allemaal andere leuke dingen om te doen. 7, 3 keer per week een YouTube video posten. Zoals jullie tot nu toe hebben gezien is dat niet zo goed gelukt tot nu toe. Maar wederom, als er dingen veranderen moet je even je weg vinden. En dan heb je toevallig een weekend iets te doen. En dan loopt het helemaal de soep in. Dus daar wordt aan gewerkt. 8. De Kleine Groene Planeet geld sparen. Ik heb een aparte bankrekening voor geld van de Kleine Groene Planeet. En dat wil ik er eigenlijk gewoon op laten staan. En niet voor iets gebruiken. En dan kijken hoe rijk ik aan het einde ben. Ik vind eigenlijk dat deze los moet staan van het 1000 euro sparen. Ik vind dat ik buiten dit ook 1000 euro moet sparen, maar we gaan het zien hoe het eindigt. Tien uur per week minimaal aan de Kleine Groene Planeet werken. Dat is dus video's filmen, editen, dingen maken op de naaimachine, pakketjes inpakken, lezingen geven, dat soort dingen. Dat komt wel goed. Minimaal 5 lezingen geven. Ik moet nog terugbellen. Ik heb er, als het goed is, 2 gepland staan voor dit voorjaar. Dus laten we ervan uitgaan dat de 5 aantikken wel zou moeten lukken. Dan hebben we work hard, play harder. Dat is gewoon ook lol hebben. En ook in werk lol hebben. En niet te veel fronsen, want dan moeten we op een gegeven moment botox video's gaan maken. Maar hard werken is belangrijk, maar lol hebben is minstens zo belangrijk. En dat wil niet zeggen dat die 2 dingen los van elkaar moeten zijn. Maar lol hebben in je werk is het beste wat je zou kunnen doen. 4000 Instagram volgers. Als jullie mij nog niet volgen op Instagram, terwijl ik daar meer volgers heb dan abonnees hier, doe dat. Het is @dekleinegroeneplaneet. Like wat je de leuke foto's vindt, dan weet ik wat jullie leuk vinden. En dan gaan we daar fijn in discussie en lol hebben. 13. Don't sweat the small stuff. Ik kan me heel erg aantrekken als iets niet helemaal zo gaat als ik wil. En dat zou ik niet moeten doen. Of als er iets met iemand anders aan de hand is waar ik helemaal niks aan kan doen. Zeg maar dat je niks voor iemand kunt doen. Dan trek ik me heel erg aan dat het niet goed gaat met iemand. En dat is ergens heel aardig. Maar dan gaat het ook niet goed met mij. Dus het kan beter gewoon er voor iemand zijn. En met niet persoonlijk aantrekken. Naar Graspop.
Ik wil graag naar Graspop. Ik had vorig jaar een kaartje, die heb ik uiteindelijk verkocht omdat ik niet genoeg geld had om naar Graspop te gaan. Maar dit jaar moet het gaan lukken. Ik wil 3 boeken lezen. Ik ben een heel eind in een boek. 3 boeken moet gaan lukken. Daar moet ik gewoon tijd voor maken. Ik wil een meetup organiseren. Ik heb laatst een video gemaakt over meetups. Het lijkt me gewoon superleuk om jullie te ontmoeten. Dingen met elkaar uit te wisselen. Mensen te leren kennen die hetzelfde belangrijk vinden als ik. En dat gaan we regelen. Misschien niet als het zo regent als vandaag. Een tatoeage laten zetten. Ik wil graag een tatoeage. Als het zover is, zorg ik dat iemand het filmt terwijl het gebeurt. Dat gaat in 2019 vast wel lukken. Niet drinken als er gewerkt moet worden. En dan bedoel ik niet dat je niet 2 biertjes mag drinken als je de volgende dag moet werken. Maar zeg maar uitgaan en dan brak op je werk zijn. Want dat is gewoon een kut idee. De kleine groene planeet is nummer 1. En dat klinkt heel egocentrisch, maar wat ik bedoel is, ik wil graag dat de kleine groene planeet over een x aantal jaar mijn fulltime occupation is. En of het nou is dress for the job you want, not for the job you have, of the secret. Als ik in mijn doen en laten dat de prioriteit maakt, dan is het de prioriteit. En dan heeft iets de ruimte om te groeien. Tenminste, ik geloof dat dingen zo werken. En als ik denk van, als iemand me vraagt wat doe je, en ik zeg ik werk daar en daar, oh en ik heb nog een bedrijfje en ik verkoop af en toe iets, dan is het niet zo belangrijk als het zou moeten zijn. 20, meer handlettering. En ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Ik hou van mooi schrijven. En daar moet ik meer mee doen. 21. Op tijd naar bed. Ik ben een nachtbraker, maar gek genoeg ben ik 's ochtends het functioneelst. Dus als ik om 11 uur naar bed ga en om 7 uur opsta en weet ik veel, om 12 uur ergens moet zijn. Of er nergens hoeft te zijn. Als ik gewoon vroeg opsta, krijg ik superveel gedaan. En als ik tot 12:30 uitslaap of tot 12 uur of wat dan ook, dan gebeurt dat niet. En als je me mijn gang laat gaan, dan ga ik om 3 uur 's nachts naar bed. Maar dan zit ik iets van ik moet naar bed. Terwijl ik zou ook gewoon, 's nachts ben ik ook functioneel. Ik ben zeg maar van 12, van 10:30 's avonds tot 11 uur 's ochtends het functioneelst. Maar ergens daartussen moet je logischerwijs slapen. Dus ik moet kiezen of het 's nachts of 's ochtends is. En 's ochtends is functioneler gezien, dat is hoe de maatschappij in elkaar zit. En ik ook wel graag daglicht zie. 22. Dit is, ik vind dat er altijd eentje tussen moet zitten waarvan ik ambitieus op tv komen. We gaan gewoon regelen dit jaar dat Zero Waste zo'n ding wordt dat ik op tv kom om erover te praten en om iedereen te vertellen hoe belangrijk het is. We gaan het doen. Dream big or go home. Nee. 23 in een tijdschrift komen. Zoals de meeste van jullie weten als je me al langer volgt. Ik heb van de zomer in de Cosmopolitan gestaan. Wat super vet is. En dat kunnen we dit jaar gewoon nog een keertje doen. Power to the zero waste. En ik denk omdat de Europese Unie allemaal soorten plastic verboden heeft. Vanaf 1 januari volgend jaar. Dat er heel veel aandacht voor komt en dat wij met z'n allen moeten zorgen dat die aandacht goed gefocust wordt op wat er echt belangrijk is. En dat we gewoon die ruimte gaan pakken. Dus dat gaan we doen. 24, mijn bullet journal bijhouden. Het is nu alweer aan het escaleren, maar dat komt omdat het hier een tyfusbende was. En ik hem gewoon open op een plek moet hebben liggen met pennen erbij, zodat ik kan doen wat ik moet doen en iedere zondag gewoon de volgende week ga tekenen. 25, op vakantie. Er zijn weinig jaren in mijn leven dat ik niet op vakantie ben geweest, maar ik ga gewoon zorgen dat ik ergens heen ga. 26, mijn kamer netjes houden.
We hadden het probleem dat de laatste stofzuigerzak vol zat. En we telkens allebei vergaten om te onthouden hoe de stofzuiger heet. Zodat we nieuwe konden kopen. Maar er zijn nu nieuwe stofzuigerzakken. Ik heb naar mijn kamer gestofzuigd. Het komt allemaal goed. En de lucht klaart op. Zien jullie dit veel mooiere licht dan aan het begin? 27, deze is wel lollig. 10 push-ups kunnen doen. Want zoals jullie in de kerstvlog gezien kunnen hebben, kan ik geen enkele push-up. En vind ik dat als gewone functionele human ik er in ieder geval eentje zou moeten kunnen. En 28, naar een land gaan waar ik nog nooit geweest ben. Dat klinkt alsof ik meteen diep in Afrika moet zijn, maar er zijn ook een heleboel Europese landen waar ik nog nooit geweest ben. En zoals Portugal, Ierland, Schotland, Wales. Er zijn er nog een heleboel. Polen, Finland. Ik ga gewoon naar een land waar ik nog nooit geweest ben en we zien wel wanneer en hoe lang. Maar dat gaat gebeuren. Als jullie dit leuk vonden, laat het me dan weten. Laat me weten wat jullie 3 goals of hoeveel goals je kunt bedenken voor dit jaar zijn. Als jullie willen dat ik mijn 20 before 2020 ook nog vertel, er missen er nog een paar. Laat het me dan weten. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Doei!